Dit weekend houdt mijn hart warm. Ja, ik kan me ik ben me nu een wereld zonder compassie aan het voorstellen. Of ik probeer me dat voor te stellen en dat kan helemaal niet. Je ontmoet gewoon mensen die je nooit in je leven hebt ontmoet. En je doet meteen over diepgaande gesprekken, over dingen die echt op je hart liggen. Wat houdt je bezig? Die kruisbestuiving. Ja, dat vult mijn accu vertrouwen, gemoedsrust. Om elke keer met de zingeving verder te gaan in mijn leven. Zeg maar. Ik ben echt diep geïnspireerd en geraakt. En ik heb vandaag echt zoveel mensen ontmoet. Ik heb nog nooit zoveel mensen ontmoet met wie ik verschillende diepgaande gesprekken kon voeren over verschillende onderwerpen. En we zaten echt op één lijn, we begrepen elkaar, maar we konden elkaar ook aanvullen. En wat ik het mooie vind van praktische compassie, om even te zeggen, is dat het ook heel zichtbaar wordt daarin. Dus als ik de ander benader met van nou, je bent eigenlijk dezelfde als ik, dan hebben we een heel ander gesprek. Compassie klinkt zo verheven, maar het gaat om het besef, de ervaring dat ieder ander die je ontmoet, een medemens is, die je moet respecteren. Waarom doe ik het? Er is geen optie om het niet te doen. Gewoon als een soort onzichtbare hand die me in die richting duwt. Weet je, ik denk dat er een hele grote onderstroom is in de wereld. En dat die onderstroom zorgt dat we verder gaan met compassie. En dat de gevestigde instituten nog niet zo ver zijn. En compassie is dus iets dat we niet op een of andere manier met neerslachtigheid moeten associëren. Maar dat we moeten zien als iets dat energie geeft in het samenleven. Het grootste ingrediënt voor die compassie is luisteren naar jezelf en luisteren naar die ander. Ja, ruimte geven. Ja, en die ruimte daartussen. Ja. Ja. Oh, een goede aanvulling. Ik vind het een hele fijne plek. Het is fijn om hier buiten te zijn. Lekker in de natuur en gasvrijheid. Het is binnen heel mooi. Het nodigt uit tot stilte, tot inkeer. Het is een gebouw en omgeving die uitnodigt tot rust. Ook dat er rekening wordt gehouden met wat je eet. Is biologisch en vegetarisch. Het eten was voortreffelijk. Ja. Ja. Leuke muziek tussendoor, ja. Accommodatie, wauw, een team. Ja. Wat ik uit het weekend meeneem is hoop. En het is niet dat ik die hoop niet meer had. Maar het is toch heel hoopvol dat om met een groep mensen samen te zijn die in iets soortgelijks geloven. Mensen vanuit hele verschillende achtergronden, verschillende overtuigingen. Om daar dan toch de overeenkomsten te vinden ook. En te voelen dat de verschillen er mogen zijn. Dat is heel hoopvol. Dat is voedend.